meet af aan tot de drugsproblematiek en met name ook het onderwerp Wietpas aan de orde kwam binnen de gemeenteraad, heeft Stadsbelangen Maastricht altijd gezegd, waar het hier om draait is het beteugelen van de overlast. En daar gaat het ook voor de burgers om. Wij waren bezorgd en de praktijk wijst uit terecht dat de overlast is overgeslagen naar de wijken en buurten. Mensen zitten niet te wachten op de toename van de illegale handel. Mensen zitten niet te wachten tot heroïne op een gegeven moment op meer plaatsen in Maastricht te koop is als sigaretten supermarkten of wat dan ook. Dit is dus het gevolg van meneer Opstelten, die Maastricht op stelten heeft gezet met zijn beleid. En daar spreken we ons duidelijk voor dat we daar op tegen zijn. Wat dat betreft moeten we met z'n allen, en de burgers kunnen dat niet doen, niet genoeg doen, melden, melden, melden. Want met z'n allen moeten we het probleem aanpakken. En dat past in dat traject de Wietpas absoluut niet. Regel de achterdeurproblematiek en legaliseer het. Dat is het standpunt van Stadsbelangen Maastricht. Duidelijke taal van de heer Steins.